Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Ik ga deze week voor jullie week vloggen. Het is vandaag maandag en ik was vandaag weer voor de eerste dag naar school geweest, na de kerstvakantie. Ik had eerst 2 uur vrij omdat nog alle docenten op onze school nog iets van een kerstbrunch hadden of zo. Ik heb geen idee, maar zoiets was het volgens mij. En ik heb net een video bewerkt die morgen, dus dat is dinsdag, online komt. Dat is volgende week dinsdag als je deze week vlog kijken. En dan ga ik ze nu eventjes opruimen, want het is echt een troep, dat wil je niet weten. Ik heb hier allemaal papieren van school liggen, schoolspullen, draden dingen, telefoon. En ja, dus ik ga het nu eventjes opruimen en dan zie ik jullie straks weer. Tot straks. Nou, ik heb net mijn computer, mijn bureau opgeruimd, zeg maar. Met mijn computer en met camera-spullen en zo. En ik heb mijn tas ingepakt. Ik moet morgen weer mijn e-spec meenemen. E-spec, omdat ik heb morgen 6 boeken. En dat past niet allemaal in mijn andere tas. Dus moet ik weer mijn e-spec meenemen. En we hebben een nieuwe docent voor Engels. Omdat onze mentor is onze Engels docent. En die is met het zwangerschapsverlof. En ja, die man is nog best wel apart. Want hij geeft nu iets van huiswerk op dat we studieboxen moeten leren van de woordjes. Maar hij heeft er niks over gezegd in de les of zo. En ik heb er echt al super veel moeite mee. En dan geeft het even. Hoi allemaal, het is vandaag alweer dinsdag. Dinsdag. En ik heb dus nu. Even kijken hoe laat het is. Ongeveer 7:15. En ik ga om 7:45 ga ik richting school fietsen. Dan spreek ik om 8:00. Verzamel ik al met een vriendin ergens. En dan fietsen we samen verder, zeg maar. En vandaag gaan we tot 6:00. Dat is tot 10:00 op school. En ik ga zo meteen wat eten. En ik ga nu even mijn outfit laten zien. Dus wat ik vandaag aan heb. Wat ik vandaag aan heb is deze trui van de Pull & Bear. Er staat zo'n unicorn op. Deze broek is van de H&M. En die is ook heel erg fijn. En mijn Adidas Superstars. Dus wat ik vandaag aan heb. Nou, het is al best wel weer een tijdje later. Ik heb net mijn video geüpload op mijn kanaal. En hij was wel iets later online, omdat ik met een vriendin aan het afspreken was. En dan vond ik het zonde om zo alleen te zitten dat ik een video aan het bewerken was en zo. Dus hij kwam wat later online. Je kan hem hierboven checken in de poll. Goedemorgen allemaal, het is vandaag woensdag. En ik ben echt zo moe. Ik was nog zo diep te slapen en toen ging de wekker. Het is af om 6:30 en moest ik nog een kwartier. Ik had dat achter de telefoon, zeg maar. Net ook een beetje wakker hoor. En ik was zo moe. Ik ga zo opstaan en me aankleden en zo. Dan ga ik naar school. En vandaag heb ik tot 10:00 moet ik naar school toe. Dus dat is niet zo super lang of zo. Dus ik denk dat ik die dus straks weer zie. Doei, doei. Ik ben alweer een tijdje terug van school. En ik heb net wat YouTube filmpjes gekeken op mijn telefoon. En het is natuurlijk wel tijd voor huiswerk. Want ik heb wel weer huiswerk gekregen van wiskunde natuurlijk. Want daar krijg ik eigenlijk altijd huiswerk van. Ik ga nu beginnen aan mijn huiswerk voor wiskunde. Want ja, ik moet volgens mij nog maar 2 opdrachten of zo. Zoiets. Maar het is alsnog wel huiswerk. Ik zal het even pakken. Een hoofdstuk van de wortel. Met van de wortel. Pythagoras. Ik heb Pythagoras. Korte raad en wortels. Daar zijn we mee bezig. Dat is echt helemaal niet leuk. Ik moet nog 2 opdrachten en dan ben ik klaar. Maar het is alsnog wel huiswerk en ik moet het morgen af hebben. Beter, dus ik ga het nu maken, want dan zit ik er heel de avond nog mee dat ik het nog moet maken. Dus ik ga dat nu eventjes maken. We gaan nu even naar buiten, want we moeten een paar briefjes rondbrengen voor de buurtvereniging. En het lijkt me wel leuk om mee te gaan, dus ik ga mee en ik neem jullie ook wel mee. Dat is een beetje interessant, denk ik. Dus we gaan nu naar buiten. We zijn nu de foldertjes aan het rondbrengen. Ik heb ze hier in mijn hand. En daar is de man. Oh. Mom.
Dus we gaan nu de foldertjes rondbrengen. Het kan zijn dat je hem niet zo goed ziet. Maar tot zo. Hoi allemaal, het is vandaag donderdag en ik ben al een tijdje wakker. En ja, ik heb best wel veel buikpijn. Ik weet niet hoe het komt of zo. Ja, ik heb dat de laatste tijd best wel veel. En ja, het is gewoon best wel vervelend. Ik heb niet gehuild of zo. Maar dat lijkt zo. Maar ik heb dat niet gedaan. Maar het is gewoon niet echt heel fijn. En ik moet vandaag tot 5 naar school. Dus tot 2:50. En dan uit school moet ik om 2:50 bij de ortho zijn. Want ja. Ze gaan kijken wanneer mijn beugel eruit mag. En ik hoop dat dat zo snel mogelijk kan. Liefst volgende week zelfs. Maar of morgen, weet ik veel. Het mag voor mij zo snel mogelijk allemaal uit zijn. Maar ik voel me op dit moment niet echt heel erg lekker. Maar ik ga wel gewoon naar school toe. Want het is wel gewoon buikpijn en zo. Ik heb net even een paracetamol genomen. Maar ik wou het wel even tegen jullie zeggen dat ik me niet echt heel fijn voel. Dus ik heb wel best wel veel buikpijn. Ik heb met mijn haar gesteld. Ja, voor het grootste gedeelte. Want het zag er echt niet uit. En ik heb echt heel minimaal make-up op. Ik heb alleen een beetje concealer en mascara op. Want ik had geen zin om de rest van mijn make-up nog te doen. Omdat ik toen echt al best wel veel buikpijn had. Ik ga zo meteen even wat eten. En kijken of het dan beter gaat met mijn buik. En dan ga ik naar school toe. We moeten om 8:30 op school zijn. Het is nu, denk ik, ongeveer 7:00. Dus we verzamelen om 8:00 bij de fietsenmaker met altijd vriendinnen van mij. En dan fietsen we samen. En om 7:45 zoiets vertrek ik altijd. Dus, maar ik kan het even met jullie delen dat ik een beetje buikpijn heb. Dus als ik een beetje niet echt super blij klink in de video, dan ligt het op mijn buik. Want hij doet echt gewoon best wel veel pijn. En, maar ik ga dus wel gewoon naar school. Maar dan zie ik jullie straks alweer. Doei. Nou, ik ben al een tijdje van school. En we zijn nu onderweg naar de ortho. En dus ik krijg waarschijnlijk vandaag te horen wanneer mijn beugel eruit mag. En ik ben heel erg benieuwd. Nou, we zijn net weer terug van de ortho. En we waren ook nog even dat winkelcentrum in geweest. Ik was bang voor mijn beugel. Volgende week woensdag gaan we weer naar de ortho. En dan wordt er een spalkje geplaatst. En dat is volgens mij dat niet al je tanden de andere kant op gaan als je beugel eruit is. En dan 6 februari gaat hij er dan echt uit. Ik heb er echt zoveel zin in middag aan het aftellen. En ik had bij de HEMA nog een notitieboekje gekocht. Deze. En verder, we gaan dus nu naar huis toe. En we hebben ook nog chocola gekocht, want het was een actie bij de Oppies opwinkel. Zit in mijn tas. Hij is al bijna op. Maar, ik heb dus vanavond atletiek. Maar ik weet niet echt of ik daar heel veel zin in heb, want het is best wel een beetje aan het regenen. En, dus we hebben voorspeld dat het nog harder ging regenen. Toch? Dus, ja. Of ik er heel veel zin in heb. Ja, ik kijk nog wel of ik er naartoe ga. Want als het echt een bak uit de lucht komt, daar heb ik er niet echt heel veel zin in. En ik hoop dat jullie dat ook begrijpen. Maar we gaan dus nu naar huis toe. En ja, dan zie ik jullie straks weer. Doei, doei. Hoi allemaal, het is alweer een beetje alweer wat later. En ik heb zo meteen atletiek. Maar ik heb er echt niet zoveel zin in. Maar ik moet gewoon gaan. Maar het regent zo hard. En we gaan zo meteen dus naar de parkeerplaatsje. En als er echt bijna niemand komt, dan gaan we echt gewoon weg. Want dan sta ik daar in mijn uppie. Maar ik denk wel dat er wel een paar mensen komen. Maar het is zo hard aan het regenen, dat is echt niet normaal. Maar ik zal eventjes laten zien wat ik aan heb voor sportoutfit. Dus wat ik aan heb, ik heb deze schoenen aan van de Decathlon. Deze legging broekachtig iets is ook van de Decathlon. Dan deze trui is volgens mij van de Primark. De thermos shirt met lange mouwen eronder is van de Lidl. En dan heb ik hieronder nog iets. Ja, ik kan het niet zo goed zien. Maar het is zeg maar deze kleur blauw met korte mouwen en dan ook een thermos shirt. En die is ook van de Decathlon. En ik zal er nog een vest aan voor de regen.
En ik heb een staart in. Maar ik heb er zeg maar niet echt heel veel zin in of zo. En ik denk wel dat ze het begrijpen. Maar toen wij terugkwamen van de ortho, zeg maar, was het ook elkaar aan het regenen. En het is nog steeds zo. En het gaat ook van het weekend kaart sneeuwen. En dan heb ik ook nog atletiek. Dus ik weet niet of dat allemaal doorgaat. Maar ik ga er zo heen. En dan zie ik je straks er. Doei. Hoi, ik ben net terug van atletiek. En ik heb het zo koud. Dus ik ben echt helemaal zeiknat. Zoals je ook wel ziet aan mijn haar en zo. En ik ga dus nu even heel warm douchen. En dan morgen moet ik weer naar school toe. Ik heb van tot het tweede van tot het zevende. Ik heb er echt zo geen zin in. Maar ik denk dat ik jullie morgen pas weer spreek. Want ik heb vandaag best wel veel gevlogd. Vind ik best wel goed voor mezelf. Maar ik ga dus nu even douchen. En dan denk ik dat ik jullie morgen weer zie. Doei doei! Nou, het is vandaag vrijdag. En ik ben dan een tijdje wakker. Ik heb me opgemaakt. Highlighter on fleek. Ja, er ligt sneeuw buiten. Ik vind het echt superleuk. Maar ik ga waarschijnlijk met een vriendin mee rijden met de auto. Omdat we het best wel gevaarlijk vinden om dan te fietsen. Want wij fietsen altijd op een fiets wat daar niet gestrooid wordt. Dat is dan best wel gevaarlijk, zeg maar. Ik ga vandaag ook naar mijn vader toe. En ik ga zo eerst even ontbijten en zo. En ik zal even laten zien van wat er buiten ligt. Je ziet het volgens mij niet. Zo, maar... Je ziet het een heel klein beetje van binnen. Maar ik zal even laten zien wat ik aan heb. Want ja, dat vind ik wel leuk altijd. Ik heb deze trui aan van de Cool Cat. Broek van de H&M. Hij heeft een natuurlijke kat gekregen. En mijn Vans. Vind ik echt super tof. Deze heb ik van mijn vader gekregen. En ik heb deze oorbelletjes in. Ziet ze niet. Kijk, deze sterretjes. Ik heb een make-up gedaan, gewoon. En ik ga vandaag even een parfumetje uitkiezen. En ik ga vandaag voor deze. Ik weet niet waarom, maar dit vind ik wel een lekker geurtje, dus die ga ik even opdoen. Maar ik ga dus nu even naar de keuken om wat te eten. En we hebben vandaag weer inval voor aardrijkskunde. Dat hebben we de laatste tijd echt superveel. Maar ja, ik kan er niks aan doen. Maar ik ga even eten. Hoi allemaal, ik ben dus nu bij mijn vader thuis. Het is al best wel laat. Ik ben echt best wel laat begonnen met filmen. En jullie kunnen misschien niet eens horen. Maar we hebben een frituurpan, zeg maar. En die hebben te leveren van mijn tante. En dus gaan we witteballen eten. Ik heb super veel zin in, want het is echt super lekker. Ik heb het eens laten zien. En we zijn ook een spelletje aan het doen. Catan. En dat is super leuk. Hier staat de frituurpan. Oh, ik ga even de deur dicht doen. Dus we gaan nu weer het spelletje doen. De deur blijft niet dicht zitten. Wil je ook even iets zeggen? Hallo, mensen van... Ja, we zullen deze keer Tara maar laten winnen, anders doet ze nooit meer. Nee, elke keer spelen ze dat winnen, win ik. Ja. Nu proberen Tara te laten winnen, we niet zo heel erg zijn dat we misschien toch wel weer zelf gaan winnen. Dit wordt er allemaal uitgeknipt. En we doen nog even proost. Proost, Tara. Gezondheid. Bitterballen. Nou, het is alweer de volgende dag en ik ga zo meteen naar atletiek toe. En dan daarna, ik moet iets eerder stoppen, want... Vader gaat straks nog werken en zo. Dan gaan we naar Rotterdam. En dan ga ik in Begit. Gaan dan in Rotterdam shoppen. Daar heb ik echt super veel zin in. En er ligt echt super veel sneeuw buiten hier. Dus ik ga niet normaal. Ik ga het even laten zien. Wow, kijk dan. Hoeveel sneeuw wil je hebben? Dus ik ben hier best wel benieuwd wat we gaan doen met atletiek, want je kan niet echt heel veel doen in de sneeuw, denk ik. Ik ga nu mijn tanden poetsen en dan gaan we over ongeveer een half uurtje gaan we wegrijden. Dus ik zie jullie denk ik straks al weer. Doei doei! Nou, ik ben net thuis van atletiek en we gaan zo naar Rotterdam toe. Want mijn vader gaat daar werken en dan ga ik en Brigitte gaan daar lekker shoppen dan.
En ik ben een beetje over het licht. Maar ik ga maar even opmaken, want ik heb een make-up tasje bij. Dus ik ga hem even opmaken. Dan zie ik jullie zo weer. Hier waren we dus op mijn weg naar Rotterdam en ik laat jullie hier een paar beelden zien van toen we onderweg waren. Hier waren we in een restaurantje. Ik had niet zo heel veel gevlogd, sorry daarvoor, maar we waren hier lekker aan hamburger en wat frietjes aan het eten. Dus eet smakelijk! Ja, het is nu over iets van 11 uur of zo. En ik ga zo slapen en ik zal nog eventjes kort laten zien wat ik gekocht heb in Rotterdam. Ja, het is niet echt heel veel zo, want ik had niet heel veel geld mee. Maar als eerst heb ik dit superleuke telefoonhoesje bij de Claire's gescoord. En ik vind hem echt superleuk. Het is een chocoladereepachtig. En er zitten ook allemaal gezichtjes op en ik vind hem echt super leuk. En hij is ook echt best wel goed beschermend. Dus die heb ik gekocht. En ik heb deze muts gekocht bij de C&A. Ik had heel lang al zo'n muts. En dus ik heb er wel eentje gevonden en ik ben er echt super blij mee. En ja. Yeah. Ik heb wat geprobeerd te vloggen in Rotterdam, maar... Ja, het was overal echt super druk. Dat was eigenlijk niet normaal. Slapen. Dan zie ik jullie denk ik morgen weer. En morgen is ook de laatste dag dat ik ga vloggen van deze week. Dus dan zie ik jullie morgen weer. Doei doei. Het is alweer ongeveer 7 uur. En ik ga zo meteen naar mijn moeder toe. En ik moet nu mijn tas inpakken. Ja, het is echt een troep. Hier. Dit moet allemaal in deze tas. En ja... Ik ga dus nu even met alles inpakken en ja, dat is eigenlijk wat ik ga doen en dan zie ik je straks. Tot straks. Oké, het is nu tijd om het alles in te pakken en ik ga het nu even versnel laten zien, dus let's go! Nou, mijn tas is nu ingepakt en ja, ik moet nu de laatste dingetjes in mijn rugzakje doen. Oh, ik ben mijn schoenen vergeten, die doe ik er zo meteen wel eventjes in. Ik ga nu even de laatste spulletjes erin doen en dan zie ik jullie denk ik straks pas weer. Doei! Nou, ik ben nu bij mijn moeder en morgen heb ik eerst uur vrij en tot het 8e. Dus morgen is weer een lang dagje. En deze week vlog is ook echt super lang geworden, denk ik. Ik heb ook heel veel tijd aan bestoken. Met editen, vast en zeker. En ik ga hierbij dan ook de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het super leuk vond om een keer een weekvlog te zien. Als jullie meer weekvlogs zien, laat het dan even... Als jullie meer weekvlogs willen zien, laat het dan eventjes hier weten. Hier in de poll boven. En ja, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben van deze weekvlog. En dan zie ik jullie graag weer in de volgende video. Doei doei!